Dus de volgende toer, dit is de goede kant en daarna nog de slechte kant. Twee toeren gaan we achter elkaar haken met een gekruiste vaste. En dat was 1 omhoog, insteken, onderlangs oppakken en je vaste maken. Insteken, onderlangs oppakken en je vaste. Dat is een gekruiste vaste en eigenlijk deze haak je dan in het rond. En als je hem in het rond haakt, krijg je echt kruisjes. Daarom heet die gekruiste vaste. Maar omdat wij hem heen en weer haken, heb je niet echt die kruisjes. Maar toch vond ik het mooier als een gewone vaste. Dus vandaar dat ik deze heb gedaan. Gekruiste vaste heen en gekruiste vaste terug. Twee toeren. En dan gaan we weer het hele de toeren weer herhalen. Ik ga de toer van de begin, deze, die ga ik herhalen. En daarna kan je de filmpjes gewoon terugkijken, want vanaf hier is het precies hetzelfde dat je weer ophaakt. Dus hoef ik geen nieuwe filmpjes te maken. Ik maak echter deze wel even opnieuw, zodat je alvast weer een beginnetje hebt. En vanaf dan ga je bij toer 3 weer verder ophaken, tot je weer kan herhalen. En zo heb je redelijk wat nieuwe steken geleerd. En wordt het toch een prachtig geheel. Juist door de herhaling wordt het een heel rustig geheel en niet alleen maar andere steken. Ik vind het mooier als er een routine in een sjaal zit. Er zal vast ook nog wel binnenkort een sjaal komen met alleen maar andere steken. Want ja, er zijn zoveel mooie steken die je kan laten zien. Maar voor nu vond ik het mooi om het te herhalen, zodat er een beetje rust komt in de sjaal met steeds weer herhalend patroon. Zo hebben we onze eerste toer gekruiste vast en je ziet een heel klein beetje dat hij al kruist. En als je nou rond zou haken en je doet hem er weer op, dan krijg je echt kruisjes. Maar omdat wij hem draaien, verdwijnt dat eigenlijk die kruisjes en wordt het weer een andere steek. Ik ben hier vergeten om de eerste steek te markeren, dus dat doe ik nog eventjes. En dan gaan we aan de slechte kant weer terug met de gekruiste vaste. Insteken, onderlangs deze toer gewoon weer terughaken. Dan kan ik gelijk even meetellen. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Ik doe alvast een losse omhoog. Ik weet niet of we 1 of 2 lossen. Dan moet ik even meteen kijken. Ik dacht 1 lossen. En zo ziet hij eruit. Oh, andere kant. Want dit is de goede kant. Daar hebben we speciale steekmarkeren voor geplaatst. Dat we weten wat de goede kant is. En hij ziet er zo uit. Mooi hè?